Dit is een meditatie voor moeders. Zoek een rustig plekje op en maak even wat tijd voor jezelf. We zijn zo gewend om te doen en te doen en in ons hoofd te zitten en te plannen, lijstjes te maken. En nu gaan we daar even voor de komende tijd. Gaan we dat even helemaal loslaten. Je kunt even rustig gaan zitten op een meditatiekussen of op een stoel of bank of bed of op de grond. Maar je kunt ook lekker gaan liggen op een bank, op een bed, op een matje op de grond, wat voor jou prettig is. Maak het je even gemakkelijk. Als je gaat liggen, kijk of je ergens ondersteuning van kussens nodig hebt. Of een dekentje over je heen. En als je gaat zitten, kijk of je contact kunt maken met de grond onder je. Als je op een stoel of bed zit, kijk of je je voeten op de grond kunt plaatsen. En of je je rug recht kunt laten zijn. En als je een ontspannen, prettige houding hebt gevonden, mag je je ogen sluiten als dit goed voelt voor je. Het sluiten van je ogen helpt om de focus naar binnen te richten. En we gaan nu echt even de boel laten. En de focus naar binnen richten. Even tijd voor mama. En als je zo ligt of zit, kijk eens of je het contact met de grond, de aarde onder je kunt voelen. Adem een aantal keer diep in en uit. En als je uitademt, kijk of je echt kan loslaten en echt even... met geluid kunt uitademen. En als je uitademt, laat je los wat losgelaten mag worden. Misschien nog gedachten over wat je bezighield voordat je deze oefening ging doen. Of dingen die gebeurd zijn voor dit moment. Als je uitademt, laat je dat los. En tegelijkertijd merk je op dat je je steeds meer laat dragen. Door de ondergrond onder je. Dus je ademt in, je buik vult zich met lucht. Je buik zet wat uit. En als je uitademt, laat je los en je laat je tegelijkertijd meer dragen door de ondergrond onder je. Je bed, de bank, het kussen, de grond. The more you let go, the more you will be supported. En dat is wat wij mama's meer mogen leren. We mogen meer loslaten, meer ontspannen. En we mogen ons meer laten dragen. Als wij ons meer laten dragen door andere moeders, door onze partner, familie, vrienden. Als we ons meer laten dragen, dan zijn we ook meer in staat om onze kinderen te dragen. Letterlijk en figuurlijk. Dus als je uitademt, laat je je los en laat je je dragen door Moeder Aarde. De aarde onder ons, die ons dagelijks draagt en voedt. Je kunt ook met je blote voeten op de aarde gaan staan of op het gras. En echt contact maken met de aarde onder je en voelen
dat ze je draagt. Leg je handen op je buik en adem nog een aantal keren in en uit. En waarschijnlijk zul je opmerken dat je continu wordt afgeleid door gedachtes of emoties, plannen over wat je nog gaat doen vandaag, vanavond. En dat is helemaal oké. Dat is wat onze geest, onze mind nou eenmaal doet. Het enige wat je hoeft te doen is dat op te merken. Merk dan op dat je weer aan het denken bent of aan het plannen bent. Of aan het fantaseren bent of aan het piekeren bent. Maar dan keer je weer terug naar je ademhaling. En dat doe je keer op keer. Je bent afgeleid. Je merkt op dat je bent afgeleid. En dan keer je vriendelijk, liefdevol, maar wel beslist en duidelijk weer terug naar je ademhaling. En als je zo ligt of zit, met je handen op je buik, maak dan vanuit je voeten en vanuit je staartbeentje, of vanuit je perineum, de plek tussen je vaginaopening en je anus, maak je contact met de aarde onder je, nogmaals. En je laat van daaruit wortels diep, diep, diep de aarde doordringen. Dus je stelt je voor dat er vanuit je voeten en vanuit je staartbeentje, je stuitje, wortels de aarde ingaan. Sommige vrouwen kunnen zich dat heel goed voorstellen, andere vrouwen vinden dat wat lastig en dat is helemaal oké. Je nodigt dat beeld gewoon uit. En je laat je wortels helemaal tot het binnenste van de aarde doordringen. En dan stel je je voor dat er in het midden van de aarde een hele heldere kristal is. Of een edelsteen. En dan wikkel je jouw wortels om die kristal of die edelsteen heen. En je kan jezelf voorstellen hoe die kristal er voor jou op dit moment uitziet. En dan laat je vanuit jouw wortels die aarde-energie, die oermoeder-aarde-energie, jouw lichaam binnenstromen. Het enige wat je hoeft te doen is je te openen voor deze energie. Die laat je vanuit je voeten jouw lichaam binnenstromen. En dan stroomt de energie vanzelf verder naar je enkels en je onderbenen, je knieën en je bovenbenen. Het gebied van je bekken, ons krachtcentrum als vrouwen, dus je billen, je geslachtsdelen, je baarmoeder, je onderbuik, je onderrug, je hele bekken. Plek waar onze intuïtie zich bevindt. En laat de energie dan doorstromen naar je maag. In het gebied van je borst. De bovenkant van je rug. Je longen en je hart. Je schouders. Je armen en je handen. En je vingers. En laat de aarde-energie dan doorstromen naar je hals en je nek en je keel. En naar je gezicht. De achterkant van je hoofd. En de bovenkant van je hoofd. En maak dan vanuit de bovenkant van je hoofd, vanuit je kruin, plek waar bij de baby's de fontanel zit. Van daaruit maak je contact met de hemel boven je. Je kunt je voorstellen dat er een soort spinnenwebdraadje heel heel hoog de kosmos ingaat. Of misschien ook wortels of voelsprieten, antennes. Welk beeld jou ook aanspreekt. Maar je stuurt ze heel hoog de hemel in. Naar de sterren, naar het universum, naar de maan.
naar de bron of God, wat je daar ook in aanspreekt. En als je heel hoog de lucht in bent, dan kun je je ook daar voorstellen dat er zich een hele mooie heldere kristal bevindt, waar jij jouw wortels, voelsprieten, antennes omheen kunt wikkelen. En laat dan ook die energie van die kristal hoog in de hemel, in de kosmos, door je kruin naar binnen stromen. En ook hier weer bij, sommige mensen vinden dat heel gemakkelijk, anderen vinden het niet zo eenvoudig. Dat is helemaal oké. Soms kun je een beetje duizelig worden als je te veel energie van boven ineens laat binnenstromen. En dan kun je je voorstellen dat je je kruin wat dichtdraait, als het ware. Als je merkt dat je wat duizelig wordt. Voor de rest laat je dan vanuit je hoofd die energie ook door je lichaam zich uitspreiden. Je kunt erop vertrouwen dat dat eigenlijk vanzelf zijn weg vindt in je lijf. En dat het ook vanzelf naar de plekken gaat die deze energie het meest nodig hebben. En ga dan weer met je aandacht naar je onderbuik, de plek waar je baarmoeder zich bevindt. Of wanneer je geen baarmoeder meer fysiek in je lichaam hebt, de plek waar je baarmoeder zich bevonden heeft. En leg dan één hand op je buik en één hand op je hart, als dit prettig voelt voor je. En laat dan een lijn, stel je dan een lijn voor tussen je hart en tussen je buik. Het kan een roze lijn zijn, of een rode lijn, of een gouden lijn, of een glitterende lijn, of een hele andere kleur. Het is maar net wat voor jou, bij jou past en jou aanspreekt. Maar je verbindt je hart met je baarmoeder. En ga met je aandacht naar je hart en merk op wat er op dit moment in jouw hart aanwezig is. Welke gevoelens ervaar je? Spanning of ontspanning, vreugde, verdriet, zorgen. Kijk of je een woord kunt verbinden of meerdere woorden. Wat jij op dit moment voelt in je hart. Soms zijn daar hele duidelijke woorden voor te vinden en soms is het allemaal niet duidelijk en lijkt het een soort warrig bolletje wol te zijn wat je moeilijk kunt ontwarren. Ook dat is uiteraard helemaal oké. Dat is dat wat je op dit moment in je hart opmerkt. Van hieruit, vanuit je hart en vanuit je buik, contact met jezelf als moeder. Zie jezelf als moeder. Wat voor moeder ben je? Wat voor beeld komt er bij je op? Hoe zie jij jezelf op dit moment als moeder? En wat doet het met je om jezelf in de moederrol te zien? Vraag je dan ook af, wat voor soort moeder wil je zijn? Wat zijn jouw idealen als moeder? Wat streef je na? Wat vind je belangrijk? Wat zou je jezelf ook gunnen als moeder? Of wat voor moeder zou je jouw kinderen gunnen? En je mag helemaal lekker fantaseren
wat voor moeder jij zou willen zijn. Laat jezelf niet tegenhouden door, ja, maar dat kan niet daar of daarom, ja, maar dat. Die beperkende gedachten, kijk, je mag ze best opmerken, maar probeer ze los te laten. En probeer echt een heel ideaal beeld te schetsen van hoe jij moeder zou willen zijn. Als jij het helemaal voor het zeggen had. En die moeder, dat beeld wat je hebt, kijk of je dat heel sterk en concreet voor je kunt zien. En of je dat als het ware naar elke cel van je lichaam kunt sturen. Dus als je inademt, laat je dat beeld van die moeder die jij heel graag wil zijn, sterk worden. En als je uitademt, stuur je dat naar elke cel in je lichaam. Dat je je eigenlijk vanuit je hart en vanuit je buik verbindt met dat beeld van die moeder. En vraag je dan tegelijkertijd af, wat heb jij nodig om die moeder te zijn die je zo graag zou willen zijn? Welke randvoorwaarden heb jij nodig om te kunnen zijn zoals je zou willen zijn en zoals je zou wensen voor jezelf en voor je kinderen? Misschien merk je ook wel op dat je de lat erg hoog legt voor jezelf. Dat zijn wij moeders ook behoorlijk erg gewend om te doen. En dat wordt ook in deze tijd erg veel van ons gevraagd. We willen de perfecte moeder zijn en de perfecte partner en de perfecte vriendin en de perfecte werknemer enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar wat levert dat perfect willen zijn ons eigenlijk op? Zijn we dan de ontspannen, liefdevolle moeder die we eigenlijk willen zijn? Of werkt dat ons juist tegen? En misschien kun je dan dat beeld van die moeder die je zou willen zijn en die randvoorwaarden die je daarvoor nodig hebt, loslaten. En tegen jezelf zeggen dat je helemaal oké bent zoals je bent. Gewoon de intentie hebben om de beste moeder mogelijk te zijn is voldoende. Je hoeft de lat niet zo hoog te leggen. Het is fijn om te weten welke moeder je zou willen zijn. Maar juist door dit ook weer los te laten, kun je eerder een ontspannen moeder zijn en de lat niet heel hoog te leggen. Van het streven naar perfectie wordt eigenlijk niemand gelukkig. En dan wil ik je vragen om vanuit je buik een verbinding te leggen met jouw eigen moeder. Stel je jouw moeder in haar moederrol heel levendig voor. En daarbij kun je wellicht ook nog andere moederfiguren in jouw leven voor de geest halen. Misschien zijn er meerdere vrouwen in jouw leven geweest die een moederrol voor je hebben gespeeld. Misschien ook grootmoeders die je voor de geest kunt halen. En stel ze je levendig voor. Misschien kun je ze in een soort van cirkel voor je neerzetten.
en zie hun dan in de moederrol en vraag je af wat je van hun wilt meenemen in je eigen rol als moeder en wat je van hun vooral achter je wilt laten. Wat je vooral niet mee wil nemen in je eigen rol als moeder. Wat neem je mee en wat laat je los? En maak dan ook contact met een moeder in jouw omgeving, tegen wie je een beetje opkijkt. Waarvan je denkt van wauw, wat doet zij het knap als moeder en wat inspireert ze mij? En vraag je dan ook af wat het is in deze moeder dat maakt dat je tegen haar opkijkt of dat je ook zo'n moeder zou willen zijn als zij. Wat zou je van haar willen meenemen in je eigen rol als moeder? Maar realiseer je tegelijkertijd ook dat deze moeder ook haar onzekerheden heeft. Dat deze moeder ook twijfelt of ze het wel goed doet. En dat deze moeder ook echt niet zo perfect is als jij misschien denkt dat ze is. Wees vooral mild voor jezelf. En maak dan contact met die moeder in jouw omgeving, of misschien meerdere moeders, die het heel anders doen dan jij. En wat je misschien moeilijk vindt. Die hele andere opvoedmanieren of andere opvoedfilosofieën naleven dan jij. En wat doet dat met je als je aan hen denkt? Misschien is het moeilijk voor je, misschien ook niet. Maar realiseer je dan dat ook deze moeders het beste willen voor hun kinderen. Ook deze moeders doen vanuit hun hart wat hun het beste lijkt. En laten we niet alleen mild zijn voor onszelf, maar laten we ook mild zijn en liefdevol zijn naar al die andere moeders die misschien andere keuzes maken dan wij. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor ons kind. En dat is wat ons als moeders verbindt. En laat dan het beeld van al deze moeders los. Dus de moeder in jouw buurt die het heel anders doet dan jij. Die moeder waar je naar opkijkt. En de moederfiguren uit jouw leven. En ga weer met je aandacht naar jouzelf. En voel vooral de liefde en de mildheid naar jezelf. Het is oké, je doet het goed. Als je vanuit je hart handelt en liefde voelt voor jezelf op de eerste plek en daarnaast voor je kinderen, dan doe je het oké en je mag fouten maken. Jouw kinderen verwachten geen perfecte moeder. En ga dan met je aandacht nog even naar jouw kind of kinderen. Kunnen je kinderen zijn die hier op deze aarde leven? Het kunnen ook kindjes zijn die je verloren hebt. En het kunnen wenskindjes zijn. Kindjes waarvan je wenst en hoopt dat ze nog komen. Je kunt gewoon vanuit je hart contact maken met hun hartjes. En gewoon de liefde voor hen laten stromen. Maar vergeet niet dat die liefde voor hen begint bij liefde voor jezelf, lieve mama. Hou van jezelf. Omring jezelf met liefde. En dan stroomt die vanzelf naar je kinderen toe. En dan stroomt die vanzelf naar andere moeders
die zich door jou gedragen voelen en die op hun beurt jou ook weer dragen. En zo maken we samen de wereld een stukje mooier. En leg je beide handen dan weer op je buik. Voel je lichaam als geheel. Je lichaam, jouw prachtige moederlichaam, dat hier zit of ligt tussen Vader Hemel en Moeder Aarde. Je kunt jezelf bedanken voor deze tijd die je genomen hebt. De tijd helemaal voor jouzelf. De tijd om op te laden en de liefde voor jezelf te laten stromen. Voel even wat je lichaam nodig heeft. Misschien wil je jezelf even uitrekken. Je vingers, je tenen, je voeten wat bewegen. Misschien je polsen draaien of je enkels draaien. Je gezicht masseren. Vraag je ook even af, wat heb ik nu nodig? Heb ik nodig om lekker te bewegen? Of heb ik behoefte aan een goed gesprek? Wil ik mijn kinderen knuffelen of mijn partner knuffelen? Wil ik een goed boek lezen? Een fijne wandeling maken? Even lekker in bad? Misschien kun je dat niet op dit moment doen, datgene wat je zou willen. Maar het is wel goed om voor jezelf duidelijk te hebben wat je eigenlijk nodig hebt op dit moment. Misschien kun je het nu gaan doen. Misschien kun je het ook voor een later moment jezelf voornemen. Dankjewel voor het doen van deze meditatie en realiseer je dat je niet alleen bent. Er zijn over de wereld ontzettend veel mama's die hetzelfde meemaken als jij.